Yo YouTube, is het hier met vandaag een nieuw... Wow, holy shit, jullie zien er moe uit. Hebben jullie wel nog genoeg slaap, lieve kijkers? Jullie zien er echt fucking moe uit. Ik denk dat jullie wel een oppeppertje kunnen gebruiken voor we aan deze video beginnen. Let's go! Zijn jullie klaar om actiever te worden? Hopelijk wel, want... Ja. Let's go! We doen het op een andere manier. Het leven van een echte man is hard. Moeten er soms dingen opgeofferd worden en... Yo YouTube, Ester hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is een wel pittig speciale dag. Vandaag ga ik jullie een tutorial geven hoe je 's werelds beste space cake kan maken. Dus dames en heren, doe zeer een duimpje omhoog. In deze video zitten er geen honden. Dus doe gewoon een duimpje omhoog. Oké, okay, let's go. Voor wij beginnen moet je een pak aandoen. En ja, we doen een cool pak aan. Yeah, oké. En dan kunnen wij beginnen aan de space cake. Dus let's go. Je moet alle stappen goed volgen, want elke stap is belangrijk. Ons eerste gebruiksvoorwerp is een kom. Het tweede is bloem. En je doet 47 lepels bloem in de pot. Let's go. Je kan ook zelf altijd de kwaliteit eens testen. Very good, hè? Daarna neem je 1 ei en doe je hem voorzichtig in de pot. Let's go. Daarna pak je de melk en doe je de melk in de kom. Just like this. Yeah, very good, yeah? Melk. En dan gaan we voorzichtig roeren in ons mengsel. Nu zijn we bij mijn favoriete stuk. Nu voegen we de cake mix aan de cake toe. Cake mix. Lekker. Oh my god, de cake mix. De cake mix is fucking lekker. So good. En dan moeten we dus ook weer goed roeren in de pot en goed roeren en ja. Just like this. Je kan altijd nog wat extra bloem toevoegen voor de smaak. En dan zo toevoegen. En misschien nog een beetje suiker toevoegen voor de extra smaak. Oké. Lieve dames en heren, op deze manier maak je dus mijn cake mix. Maar dat is nog niet alles, want nu hebben we wel de cake mix. Maar dit is nog geen space cake. Dus nu gaan wij deze shit omzetten in één goede, lekkere space cake. Let's go. Hier hebben wij de enige echte cakevorm. En het eerste wat je moet doen met je cakevorm is hem goed invetten met Campina vla. Dus je doet er wat vla in en ja, dat is altijd goed. Dan smeer je de vla een beetje uit zodat elk hoekje lekker is ingevet. Zo, just like this. En dan kan je beginnen aan de space cake. Let's go! Dit is het moeilijkste moment, want dit moet perfect zijn. Je neemt nog wat bloem en je strooit nog wat bloem in de deegvorm en dat is goed. Dan leg je één pannenkoek mooi erin, just like this. Dan neem je de cake mix en giet je hem er mooi op, just like this. This is gonna be so fucking good. Dan neem je de pepermolen en kruid je alles goed af. En voor de afwerking van onze cake heb ik gekozen voor een banaantje en die plet je er helemaal in en dan, yes, just like this. En dit, dames en heren, dit is mijn welbefaamde space cake. Geweldig. Deze moet nu 666 minuten in de oven op 100.000 graden. En dan krijg je de lekkerste cake die er is. En dat ga ik nu dus doen. En jullie zien in de video van morgen hoe hij eruit ziet. Dat is gewoon de secret. Dus jullie zien morgen in de video van morgen om 7 uur hoe hij eruit ziet. Als ik nog niet dood ben dan. Komt hij gewoon online, oké? Let's go! Je kan er ook nog altijd wat meer vla bij doen voor de extra lekkere vla, oké? Let's go! Yeah, oké, yes, nice! Stomme politiecombies, shut the fuck up! Terwijl de cake lekker siddert, kan je nog even lekker een likeje doen op mijn video, let's go! Mama, ja. Morgen gaan we samen de kotscake eten. Kijk je er niet naar uit om samen morgen de kotscake te eten? Enorm. Let's go. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Druk zeker even een duimpje omhoog. Morgen ga ik samen met mijn moeder de cake eten. Ik denk dat de oven daar niet eens iets mee gaat kunnen doen. Maar oké, ik vond het wel leuk om te doen. Vond jij het nu ook echt leuk? Deel deze video dan even met je vrienden. Zo van, yeah, what up, oké. En ik ben eens direct te zeggen, ja!